Wij gaan jullie meer vertellen over het voorbereiden van je boot voor de winter. Het is belangrijk om antivries toe te voegen voor je motoren, drinkwatersysteem en de toiletten. Ik merk namelijk zelf dat het ook al een stuk kouder wordt. De kleur van antivries heeft als doel dat je in je leidingen van het koelwatersysteem kunt zien of je antivries daarin hebt zitten. Ik neem jullie mee naar binnen, naar de motorruimte, om te laten zien hoe wij de motor winter klaarmaken. De antivries die ik hier heb, die vullen we in de wierpot. Voordat we dat doen, moeten we eerst hier de afsluiter dichtzetten. Klein momentje. Zo. Nu kunnen we hem gaan vullen. Mijn collega start zo meteen de motor. Wat wij dan gaan doen is, zodra de motor gestart is, gaan we hem vullen. Dat moet eigenlijk vrijwel direct. Als mijn collega dan bij de uitlaat ziet dat de antivries eruit komt, dan stoppen we met vullen. Onze Totaalboot is weer klaar voor de winter. Voor het drinkwatersysteem en het toilet kun je hetzelfde doen. Dus deze kun je ook bijvullen en door laten pompen, net zolang totdat hij echt vol is. Voor het drinkwatersysteem is dit niet giftig. Dus zolang jij hem gewoon door blijft spoelen, is er niks aan de hand, kun je hem gewoon weer gebruiken.